realiseren dat je echt profschaatser ging worden? Welke leeftijd was dat? Ik denk toen ik een jaartje of 15 was. Ik was eigenlijk, toen ik zo oud als jullie was, kon ik er eigenlijk helemaal niks van. En ik was helemaal niet zo goed. En ik was eigenlijk altijd de nummer 8, 9, 10 van de, bij de club. En dan ga je naar de baanselectie en dan ga je naar de Friese selectie. En toen ik een jaartje 15, 16 werd, toen ging het eigenlijk steeds beter. En toen kreeg ik ook wel het geloof in, nou, dat kan wel eens wat worden. En toen ben ik ook meer gaan trainen. En als je meer gaat trainen, dan, ja, dan komen de resultaten vanzelf. Volgende vraag. Ik eet altijd noedels voor een schaatsen en hoop een goede rit te rijden. Wat eet jij voor een wedstrijd om een goede rit te rijden? Wat eet je voor de wedstrijd, ja? Wat eet ik voor de wedstrijd? Wij eten meestal, als ik een wedstrijd heb, zoals gisteren, dan schaats ik een wedstrijd om 4 uur. Dan eten we om 1 uur voor het laatst, omdat we willen 3 uur van tevoren eten. Omdat je wat je dan gegeten hebt, dat, zeg maar, dat is dan verteerd en die energie kun je gebruiken voor de wedstrijd. En dan meestal is het gewoon heel simpel, is gewoon een pastaatje, omdat het makkelijk te verteren is. En vervolgens kun je dat weer makkelijk omzetten naar energie. Vervolgens is het eigenlijk alleen maar water en wat te drinken. Zeg, wat heb je vanmorgen gegeten? Vanochtend. Vanochtend stond Erben Wennemars bij mij om 8:30 voor de deur. Oeh, nou, dan moet je even snel schakelen. Ja. En wat heb je toen gegeten? En toen heb ik snel jocht gegaan en ik was natuurlijk weer was ik iets te laat. Erben vond dat ik te laat was. Ik zei, nou ja, goed. Weet je, vroeger schikte ik al naar jou en nu schik ik weer naar jou. Dus we gaan weg. En ik heb te weinig gehad. En wat heb je met Erben al ondernomen? Een stukje gefietst? Hoeveel kilometer? 80. Op een bakje yoghurt. Ja. Wat ga je straks eten? Nou ja, dat weet ik nog niet. Goede aanvulling, die handelen. Ja, maar goed, we gaan naar de volgende vraag. Wat vind je de vervelendste oefening tijdens de training? De vervelendste oefening tijdens de training? Vervelendste oefening tijdens de training? De vervelendste oefening tijdens de training is... ik moet eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk alles wel heel erg leuk vind. Ik moet wel zeggen dat ik heel veel, dat ik starten niet leuk vind. Omdat ten eerste, ik kan het niet zo heel goed. En ten tweede, ik zit natuurlijk bij veel sprinters in de ploeg en die kunnen het natuurlijk veel beter dan ik. Dus dat is eigenlijk word ik continu uitgelachen. En dat is wel eens frustrerend. Maar ik vind het eigenlijk ook, ja, of ik het nou heel vervelend vind, is ook niet waar, maar dat vind ik het al het minst leuk. De volgende. Ik had al een Er gaan steeds meer kinderen van schaatsen af, of ze gaan er niet meer op. Maar wat zouden we nou aan kunnen doen om dat te veranderen? Wat zouden we eraan kunnen doen dat steeds meer kinderen gaan schaatsen? Ten eerste zou het denk ik helpen als het hier weer flink gaat vriezen, omdat iedereen op de sloten gaat schaatsen natuurlijk. Maar vooralsnog denk ik dat als er op het moment wordt er heel best wel, zeg maar, niet leuk om negatief over het schaatsen gesproken. En ik denk dat dat niet helpt in de ontwikkeling van de sport. Daardoor en vinden mensen het niet leuk om te doen. Daarvoor vinden ouders het niet leuk. Worden de kinderen niet gestimuleerd. En als we daar met z'n allen een twist aan kunnen geven, als we dat kunnen omdraaien, dan denk ik dat we ervoor kunnen zorgen dat we heel veel kinderen kunnen schaatsen. Wat had je willen worden als je niet zo ver was gekomen? Sorry? Wat had je willen worden als je niet zo ver was gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nooit echt over nagedacht tot me, zeg maar, wat ik net al zei, 12, 13, 14. En vervolgens is mijn hoofd eigenlijk altijd geweest van ik wil wereldkampioen schaatsen worden. En ik heb daar eigenlijk ook nooit echt anders over gedacht. Leraar had wel eens tegen mij gezegd van, nou Sven, wat ga je nou laten doen? Ik zei, nou ja, ik ga gewoon schaatsen en dan zien we het wel. Ja, maar daar kun je geld niet mee verdienen en dat kan niet je werk worden. Maar ja, vooralsnog gaat het eigenlijk best wel prima. Zeg Sven, en als je dan straks uitgeschaatst bent, wat zou je dan willen worden? Dat weet ik nog niet. Ook nog niet? Nou, die ook niet over nagedacht? Nee, ik ga eerst nog 2 jaar mijn stinkende best doen voor de volgende Olympische Spelen. En dan kijken we wel verder en wellicht ga ik nog een jaartje of 2 door. Kijk, dat zijn wel hartstikke goede vragen. Ga naar de volgende. Wat wil je vroeger worden toen je nog niet op schaatsen zat? Een beetje in het verlengde, wat zou je dus eigenlijk even, zeg maar, toen je in de wieg lag, zeg maar, toen je naar de peuterschool en kleuterschool was gegaan, toen langzaam zeker wist je al, ik wil gewoon sporter worden. Ja, eigenlijk wel. Nee, goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje met de paplepel ingegoten. Maar van jongs af aan is dat wel mijn doelstelling geweest, ja. Nou, wij wisten het direct al. Heb jij dat ook? We kunnen nog 2 vragen doen. We hebben nog tijd voor 2 vragen. Even wachten. Wat zou jij nu willen worden? Piloot. Piloot. Kijk,
Dat is mooi. Elma de Vries is ook een schaatser, die is ook piloot in opleiding. Dus dat is hartstikke goed. Nog twee vragen hebben we. Wat zijn je doelen voor dit seizoen? Wat zijn je doelen voor dit seizoen? Mijn doelen voor dit seizoen zijn de EK Round, dat is de eerste straks. En daarvoor moet ik me plaatsen op de NK afstanden, dat is tussen kerst en oud en nieuw. En vervolgens krijg je de weken afstanden, die vind ik heel erg belangrijk, die is in Rusland. En dan heb ik nog de WK Allround en die is in Berlijn. Dat zijn mijn drie belangrijkste wedstrijden dit jaar. Ik zie hier nog een leuke laatste vraag. Laatste vraag. Met wie train je het liefst? Met wie train je het liefst? Oh, dan moet je even kijken wie er hier zijn en niet zijn. En nou, dan komt nu het antwoord. Ja, maar er zijn ook vast journalisten in de zaal, dus ik moet wel een beetje uitkijken. Maar met wie train ik het liefst? Ik moet wel zeggen dat ik van jongs af aan al met Wouter Olhoff train. In Jong Oranje al. En de laatste paar jaren is Douwe de Vries elke dag bij. En ik denk dat we met z'n drieën een supermooi trio hebben. En dat wordt aangevuld met de sprinters bij onze ploeg in middellange afstanden. En ik denk dat de juiste balans ons naar een hoger niveau toe brengt. Het is wel een feest om met al die mannen te mogen trainen. Ja, zeker. Maar zij heeft ook nog een heel blaadje voor. Dan gaan we. Kijk, Sven grijpt nu zelf in. Heel goed. Dan doen we nog een vraag aan Sven, hè? Ja, dat mag nog. Dan gaan we. Komt ie. Hoe oud was je toen je voor het eerst overstapte? Dat heeft wel even geduurd, denk ik. Eerst probeer je natuurlijk zo een beetje en dat lukt niet. En dan ga je weer rechte stukken passen doen in de bocht en zo. Maar ja, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Maar ik denk dat het wel een tijdje heeft geduurd voordat ik... Kun jij het al overstappen? Kun jij al overstappen? Ja. Wat? Oh, ik heb een vraag. Wat is jouw PR op de 100 meter? 24 seconden. 24 seconden rondhouden, ja. En dan wil je natuurlijk ook weten hoe oud ze is. 8. 8, ja. Daar schrik je van, hè? En beter dan toen ik 8 was. Dat is helemaal goed. Mooi, 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 mooi. Goed, dat betekent... Nou, dames en heren, we komen aan het einde inderdaad. Van de Kids Perks Conferentie. Mag